bouwen en natuur, ik zou maar spreken, soms zeggen, ja, bouwen aan natuur. Ik merk in ieder geval dat heel veel mensen in hun omgeving op zoek zijn en zich prettig voelen bij natuur. Er is alleen de afgelopen jaren, en dan hebben we eigenlijk ook over ruim 10 jaar geleden, er is heel weinig aandacht geweest in de bouwwereld voor natuur. Met ons team Landschap en Ecologie is eigenlijk ons doel dat wij aan alle projecten waarin we werken eigenlijk groen en ecologie willen toevoegen. Dat wij iedere bouwplaats uiteindelijk rijker en mooier willen achterlaten dan dat we hem aantroffen. Het is bijvoorbeeld heel bijzonder om te horen dat al het groen wat gekoppeld is aan infrastructuur in Nederland, dat dat een grotere oppervlakte heeft dan ons hele natuurnetwerk in Nederland. Dat geeft mij ook het gevoel dus dat als wij anders omgaan met het groen wat aan infrastructuur gekoppeld is, dat we echt een groot verschil kunnen maken aan dat natuurnetwerk en echt een bijdrage kunnen leveren. Het is prachtig groen en het is een prachtig uitzicht vanuit je huis. Maar ik noem het geen natuur, voor mij is het een voorbeeld van ja, monocultuur. En als je daar beter over nadenkt, dan besef je dat er eigenlijk maar één soort plant groeit, dat het ieder jaar opnieuw bespoten wordt. Ja, als wij hier op dit perceel zouden gaan bouwen, dan kun je dat op een manier doen wat uiteindelijk meer oplevert voor de natuur dan wat dit perceel nu te bieden heeft voor de natuur. We gaan nu van de A50 naar de A12, want daar heeft Heijmans een paar jaar geleden de snelweg verbreed. Het bijzondere is aan die snelweg dat die dwars over de Veluwe loopt. Daar dus heel veel interactie is met allerlei natuur daaromheen. Het grote wat de mensen zien, dat zijn dan de reeën, de wilde zwijnen. Maar typisch aan de bermen hier rond de A12 is dat daar ook zandhagedissen leven. Levendbarende hagedissen, slangen. Een mooi voorbeeld is hier bijvoorbeeld die kruisspin die daar een web aan het maken is. Zeker zo belangrijk voor de natuur als die grote beesten. Je hebt hier de ingang van dus een ecotunnel. We hebben die inrichting hier ook zo gemaakt dat de dieren hier naartoe gelokt worden. En om te kijken of het nou werkt, hebben we ook camera's opgehangen en infraroodverlichting. Zodat we zien of de tunnel ook 's nachts echt gebruikt wordt door de dieren. Veel opdrachtgevers die vragen ons om zoveel mogelijk toe te voegen voor natuur en landschap. Sterker nog, ze vertalen dat ook in een uitvraag, in het contract wat ze opstellen. Heb je een hogere kans om een opdracht binnen te halen als je veel verstand hebt van ecologie en als je het kunt bewijzen dat je daar eerder ervaring mee hebt. Oké, we staan hier echt precies waar je het onderscheid kunt zien. Oude landbouwgebruik, wat echt een monocultuur is. En aan de andere kant zijn we dan een nieuwe woonwijk aan het bouwen waar we heel veel biodiversiteit willen creëren. We willen grote doorgaande groene structuren in de woonwijken maken. Daar willen we ook andere soorten planten neerzetten die hier van nature voorkomen. Waar weer onze wilde bijen op afkomen. Waar we hier bijvoorbeeld een hoogstam fruitboomgaard willen maken midden in de woonwijk. Daarmee komt er een heel ecosysteem wat gewoon samen opgaat in de woonwijk. De mensen hebben de natuur nodig, veel harder dan dat de natuur ons nodig heeft. Wij zijn dus niet alleen bezig om voor de natuur te zorgen, maar we doen het vooral ook uit eigen belang, omdat de natuur onmisbaar is voor de mens.